121 en 7. Volg E421 en 7 richting Diekirch gedurende 6 kilometer.
400 meter. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag, E421 en 7, richting die kicht. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Links op de rotonde en neem de derde afslag, CR322. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de eerste afslag, CR322.